Het is 1 graad boven 0. Dat is niet echt dat je zegt van ik duik even naar de zee. Nee, klopt. Maar het is gewoon uitschakelen van de koude gevoel en we gaan erin. Met grensverleggend. Ja. Ja, nou grensverleggend was het wel. Zeker. Ja. Erg koud. Ja, heel koud. Hoe vaak ben je geweest? 1 of 2 keer? 2 keer. 2 keer? En nog niet bevroren? Jawel. Ja hoor. Is dit wel even lekker hè, bakjes net? Zeker. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Nieuwjaarsduik Del Zijl. Ja, nieuwjaarsduik Del Zijl. Het is weer wat anders als een dijkloop, maar ja, ben je tevreden? Ik ben dik tevreden, ja. Ja, ja je had denk ik wel, nou, ik wil niet overdrijven, 300-400 deelnemers. Ja, 300-400 man waren er wel volgens mij. Dus. Ja, dan is het plus 1. Heb je dan nog toch nog zoiets van, nou, als het maar doorgaat? Ja, vanmorgen toen we hier begonnen, toen was het dik in de mist. Ja. En dan denk je toch even na van ja, wat als het nog mistiger wordt. Ja. En je bent met een aantal mensen, met de duikers en zo. En als die zeggen van ja, we zien de mensen niet, dan moet je keuzes maken. Ja. Maar gelukkig trok de mist nog redelijk weg. Nou, perfect hè dit. Perfect, ja. Iedereen blij. Ben je er zelf nog even in geweest? Of, ik ben voor die tijd dat we nog een paar minuten over, toen ben ik er alvast een kopje onder gegaan. Ja, toen niemand keek waarschijnlijk. Toen niemand keek, klopt. En het was nogal nat.